Yo, hallo, Hartgord. Jawel, oké. Okay. Yo, Kelvin, wat heb je een mooi shirt aan? Ja, dat is zeker een mooi shirt. Kun je halen op deze website. Ik ben geen vlogger. Als je geen vlogger bent, ik ben het niet. Ik ben een YouTuber. En een content creator. En een businessman. En wereldheerser van de wereld. We doen in ons leven allerlei verschillende dingen. En soms leggen we die dingen vast. Zoals ik. Ik ben een YouTuber. Doe maar ons best, joh. Doe maar lekker. Stop, dat zeg ik allemaal. Ik weet het niet. Telefoontje hebben, hallo telefoon, alles goed? Ja, is lekker joh, is prima. Met jou dan? Ja, is goed. Daardoor de mensen zijn die een relatie hebben met hun telefoon. Is het raar? Ja, dat is best wel raar volgens mij. Nee, maar de situatie is als volgt. Ik heb heel veel video's op mijn telefoon, echt heel veel video's. Ik zal jullie even een inside look geven over hoeveel video's ik op mijn telefoon heb. Ik heb, nou kom door, 1314 video's. Dus zeg maar 1314. 1314. Vandaag is het zover. Vandaag ga ik oude video's uit mijn telefoon terugkijken. Ik heb dat wel eens gedaan met zeg maar dronken foto's of zo. En dat ik dan echt dingen zag en dacht, heb ik dit ooit gedaan? Wat ben ik? Wie ben ik? Wie ben ik? En vandaag heb ik een aantal video's, oude video's die op mijn telefoon stonden. Ga ze bekijken. Ik heb geen idee. We beginnen met de eerste. Ja, dit is echt de meest nietszeggende video ooit. Ik heb Jart wat video's laten uitkiezen van mijn telefoon waarvan hij echt denkt, what the fuck? En dit is één van die video's. En ik zal jullie uitleggen wat hier gebeurt. Zeg maar, ik was hier überhaupt niet bij. Volgens mij was het zo dat Bas, VV Bas VV, die jongen die zeg maar als een beest ballen in een doel kan trappen. Ach jongen, wat een held is dat joh. Hallo Bas, alles goed? Ja, oké, top. Zwolle, Zwolle. Bas, die heeft ooit met mij gefilmd. En toen was hij onderweg terug naar huis. En toen zei ik zo van, yo gast, thanks dat je meedeed. En toen stuurde hij dit filmpje. En dat was het. Tot op de dag van vandaag snap ik het eigenlijk nog steeds niet. Ja, Bolognese. Bolognese. Wat? Mixed grill. Mixed grill? Ja, dit was goud. Oh, wat was dit leuk, joh. Ik was dit echt oprecht helemaal vergeten. Wat tof om terug te zien. Dit is echt fucking leuk. Het is zo dat wij zijn ooit met een stuk tv ergens op vakantie geweest. Volgens mij was het Gesonisos of zo. Dat is echt verschrikkelijk. Maar het was toch super leuk. Alleen de plek zelf was echt raar. We hebben echt fucking veel lol gehad. En hier waren we gewoon zeg maar aan het eten. En in één keer begon Stefan, want hij is drummer. Wat doet hij eigenlijk? Hij maakt muziek. Is hij drummer? Volgens mij is hij drummer. En op een gegeven moment begint hij te drummen zo. Allemaal verschillende dingetjes. En het was grappig. Het is fucking leuk om dingen zoals dit gewoon vast te leggen. Om dan nooit ergens te gebruiken, om niet op YouTube te zetten. Om dan later, echt een jaar later, twee jaar later, om het terug te zien en te denken, hey, leuk, hey! Maar nu staat het dus wel op YouTube, dus nu heeft iedereen het gezien. Dus nu is het niet meer persoonlijk. Van het hele afgelopen jaar, niemand praat in het contra over. En de kalkoenier is overgaar. Jij zet, ook echt, die act tijdens het zingen. Ja, maar terecht. Maar zorg dat je die gaar goed uitspreekt. Gaar. Ja, want als je dat niet doet, lijkt het op raar. Okay. Probeer eens een gaar. Gaar. Boom. Van het hele afgelopen jaar. Niemand praat in het contraar over. En... ik wou gaan zetten. Maar toen ik het deed, dacht ik, moet ik hem dan wel of niet doen? Ja, het kan wel op Engels. Ik doe hem niet. Ga over. Wij hebben ooit een kerstsingle gemaakt. Dat is denk ik een jaar geleden of zo. Jaar. Afgelopen jaar. En die hebben we opgenomen. En die hebben we bij Ali, vriend van ons in de studio, hebben we dat gedaan. Ali, ik hou van je, ik ben held. En toen hadden we dit. En dat opnemen was echt super lachen. En dat was echt gezellig. Kijk, Peter en ik kunnen niet extreem goed zingen. Als ik zing, klinkt het ongeveer zo. And I will always love you. Maar het is wel altijd super grappig. En ergens kunnen we er wel iets van. Als we een bepaalde toonhoogte doen met een beetje autotune en allemaal zit. Are you serious? Oh, dit is nog meer. Oh, kerstmis, oh, tenenboom en kado's. Let it snow, net een droom. Maar is kerstmis echt wel zo? Nee, no, dat is zo. Slecht gekocht, mensen boos. Met je phone, app gewoon. Merry Christmas, kerst is dood. Merry Christmas heb ik steeds ja, fout. Sorry. Maakt je wel heel mannelijk dit. Ja, nog een keer even doorpakken. Ja. Dit was dus Jart. Jart die zeg maar even een vrouw nadoet. Hey ho, kerstmis, oh, dennenboom en kerstmis.
avocados. Nee, nee, ik kan het niet eens. Dat we dit doen. Waarom doen we dit? iPhone shit. En wacht. Oh, sorry. Is dat niet gevaar? Wat is dit? Ik weet gewoon niet wat dit is. Waarom heb ik ooit een video gemaakt waarin ik water over een stekkerdoos laat vallen? En dat Michael, een vriend van mij, op de achtergrond zegt, is het niet gevaarlijk? Het zat waarschijnlijk zat het niet in het stopcontact. Why did I do this? Lenny Kravitz, andere lekker deuntjes. Ja, dat is op zich echt de beste reden om op water aan te vragen. Oh, dit was mooi. Ik kijk naar de deur. Daar zijn ze dan hoor. Daar zijn ze. Yo! Yes, yes. Oh, mijn camera's in het huis. Zo, zullen we samen inpakken? Ja. Stewards zijn in het land. Zo is dat. Goedenavond. En laat ik even beginnen met de silhouettes van harte welkom heten. Nou, bedankt dat we hier even mogen langskomen. Ja, ik heb wel een beetje meegekregen wat jullie allemaal gedaan hebben, maar leg het toch nog eventjes uit. Dus ja, nou we zijn echt om 5 uur zijn we opgestaan en we zijn helemaal kapot. En we zijn vandaag met een grote groep YouTubers, dus onder andere wij, Doe Maar Gamen, YouTube en Mert. Dit was vorig jaar bij het Glazen Huis. Mensen, ik ben gewoon in het Glazen Huis geweest. Dat is toch geweldig? Ik ben erin geweest. Dat is toch fantastisch? Dat is toch grappig? En wij hadden hier geld opgehaald met allerlei YouTubers. Volgens mij is het van 10.000 euro of zo voor Serious Request. Nou, allemaal leuk en aardig. Maar ik weet oprecht niet meer met wie ik daar was. Ik was er met Peter. Een hoogtepunt. Ik vond het heel vet om te zien hoeveel mensen zich eigenlijk hebben ingezet voor deze actie. Holy shit! Ik was al vergeten! Ik was met Job en Joes, was ik daar. Kijk, het grappige was, kijk Joes, alles goed, I love you man. Job, ik ken Job niet. Vaak gesproken dingen hier dus, blijkbaar ook. Zeg maar hier, na dit, ging Job helemaal crazy op die pranks. En of ze nou nep of echt zijn, dat beslis zelf maar. Hier in België was hij gewoon nog helemaal, deed hij dat überhaupt volgens mij niet eens. Hij heeft dus een kleine bol, blije kop. Lol. Nou, vervolgens het hele filmpje ben ik alleen maar aan het filmen. En zijn wij praten over Serious Request, hoe geweldig we wel niet zijn. Nou, dat is helemaal leuk. What the fuck is dit? Nou, dit is one of those random moments where I don't fucking know. Ik heb geen idee. We waren hier aan het brainstormen in een park en toen verveelden we ons. Toen gingen we een filmpje maken. Random ass Snapchat. Lekker Kelvin en Jart. Oké. Ik weet nog precies wanneer dit was. Dit was op 31 december 2000... Nee, dat is niet waar. Ik heb geen idee wanneer dit was. Dit was wel tijdens Solar. Dat was een festival. Daar was ik heen gegaan met Peter. Die ging eerder weg. Toen bleef ik daar hangen. Toen ging ik naar huis met Claire, dat is een vriendin van mij, ze is ook een YouTuber. Zij bracht me naar het station. Wij gingen zeg maar in haar auto van het festivalterrein naar het station. Ging ik vanaf het station met de trein naar Utrecht. Toen moest ik met een van de kutsprinter nog ergens anders heen. En in die kutsprinter zaten deze dudes. En een van die dudes herkende mij. En dat kwam hoogstwaarschijnlijk omdat ik gewoon een Kelvlogpet op had. Ergens ook wel logisch. Het was echt super ongemakkelijk, want ik was echt half dronken. En zij ook. Ik voelde me gewoon echt fucked up. En ik was fucking moe en het was 4 uur s'nachts of zo. Oké, het was 00:30, zie ik net boven staan. Het was 00:30. En op een gegeven moment zeggen ze dus, oh, wie is die guy? Wie is die guy? Want één van hun herkende me of zo, de andere kennen me niet. Toen gingen ze me opzoeken en zeiden ze, oh, hij heeft zelfs meer abonnees dan Fee Philosophy. Wow, yo! Meer abonnees dan Fee Philosophy. All around me are familiar faces. Goeie oude tijd. Wat ik dan vaak doe als ik met ongemakkelijke dudes in de trein zit, dan pak ik gewoon mijn telefoon en dan ga ik gewoon filmen. En dan gaan ze gewoon, wow! Om een lang verhaal kort te maken, jullie gaan naar Snow World en jullie moeten jodelend op een snowboard van de piste af. Dan moet je eerst leren snowboarden, maar veel succes ermee. Genieten van jodelag! Ik zie dit en ik weet niet eens wat ik doe. Ik weet niet eens waar. What the fuck? What the fuck? Ik weet oprecht niet wat mijn bedoeling was hiervan. Ik weet het gewoon echt niet. Ik vond het wel grappig. Hygiëne on point. Oké, okay, dat is goed. Dit was, waar de fuck was het? Wanneer was dit? Dit was 5 december, 12:15. Wow, dat was al een jaar geleden, joh. Jeetje, dat gaat snel. Ik was vorig jaar, was ik in Gambia, volgens mij. Voor Wander met Eddie Zoe. En daar maak ik gewoon allerlei video's. En een van die video's was dat ik op een wc kwam die gewoon niet kon doortrekken. Er was gewoon een wc die niet kon doortrekken. Ik had gewoon gepist en ik kon verder niet. En je moest volgens mij met dat emmertje wat ernaast staat, daar moest je iets mee doen. Maar ik wist gewoon niet wat. Rare dingen. Ben hier heel dom aan het chillen met Kelvin. We weten zeker dat jouw bitch dat geil vindt. What up? Wow, is dat? Dit was Martijn. Die vond dat hij een sicko rhyme had bedacht. Oh, een rapper. Rapper Martijn. Rapper stunt. Ik ben hier aan het chillen in het huis van Kelvin. Ik weet zeker wat de bitch dat geil vindt. Ja, op zich is het best wel een goeie. Wat is dit?
doe ik allemaal? Dit is zoals tijdens een festivaletje dit jaar. Dat was volgens mij Flying Dutch. En s'avonds liep ik naar huis. Toen zag ik dit. Zag ik van die wc's. Dacht ik, ga erop lopen. En Rashid, die had het gefilmd. Als ik nu over nadenk, ik ga eigenlijk met allerlei verschillende mensen op. Ik heb gewoon geen echte vrienden. Dat was leuk. Ik dacht, ik doe het filmpje even andersom. Even het filmpje andersom. Dat is leuk. What? Dat was best wel goeie. Die was best wel goed. Dat was best wel een goede video. Best wel vet. Het was zo, ik had een paprika in het bad gegooid. Ik sloeg erop en ik heb... Dat is toch leuk? Dat is toch leuk gedaan? Ik zie nu een video waarvan ik niet zeker weet of Nina het wel heel leuk vindt dat ik die ga bekijken. Doe eens. En nog eens. Ten eerste, Snapchat filter was echt fucking hilarisch. Dan kwam ze gewoon snoep uit je neus. Dus dat is sowieso al plus. Daarnaast, kijk nou hoe lijp de trui is die Nina aan heeft. Ze heeft gewoon een schaaptrui. Het is oprecht fucking zacht. En het heeft oortjes aan de zijkant. Dit is Nina op haar best. Dit is gewoon classic ass studerende carrièrevrouw Nina in haar schaaptrui. Nina, ik hou van je. Je bent geweldig. Mensen, welkom bij Kel op reis. Vandaag zijn we in Amsterdam. Vooral bekend van zijn, ja, je ziet het al achter me. Vloerkleed? Dat was een wanhopige poging van mij om grappig te zijn. Dit was wel echt de situatie waarin ik over straat liep en er lag een vloerkleed op straat. Waarom ligt er een vloerkleed op straat? Ik zeg niet eens wat. Waarom ligt de vloerkleed op straat? Waarom ligt de vloerkleed op straat? Waarom ligt de vloerkleed op straat? Ik ben allemaal weer vergeten dat ik dit ooit heb gedaan, joh. Wat een leventje heb ik. Dat is echt niet normaal. Vind jij nou ook leuk om aan te geven dat jij geen vlogger bent of een trui te dragen waar een paprika op staat? Dan kun je naar deze website gaan. Dat is mijn webshop. Daar kun je lekker dingetjes halen. Mensen, bedankt voor het kijken. Dat was mijn video alweer. Hopelijk zie ik je de volgende keer weer. Ik hou van jullie. Jullie zijn geweldig. Doei. Auw!